Goedemorgen! Welkom bij een nieuwe vlog. Ik film dit vandaag op vrijdag. Mijn papa heeft deze bak gemaakt voor de chocolade en ik heb hem gepersonificeerd met chocola. Hier van binnen, in het midden wil ik ook nog wat personificatie doen. Dit kan je eruit halen zodat ik chocolade kan in de displayruimte steken. En dan is dit de bak voor de chocolade. Ik ben net geboosterd! Met papa. Mijn papa heeft deze bak gemaakt voor onze chocolade. Hier zit alle chocolade in. En hier van voren moet er chocola op staan, maar ik merk nu pas dat het chocola is geworden. Toen ik mijn booster pack was gaan halen, is er een pakje van shampoo bars toegekomen. Mijn pakjes zijn altijd gevuld met dit. Dit is zo van die ding die oplost in water. Dit is ook Myers. Oh my god, die doos ruikt echt weer enorm heerlijk. Alles werd weer een beetje aangevuld. En in het pakje zat iets nieuws. Deze komt zo snel mogelijk naar de webshop. Het is echt een rustige dag vandaag, maar ik heb net mijn eerste klant gehad. Joepie! Nog twee klantjes! Yay! Ik ben zo redelijk goed en fruit vergeten. Gelukkig was ik vanmorgen aan het voelen naar deze kiwi. Hij is heel rijp. Oef, mijn kiwi is echt perfect. Zo, niet meer hard, maar ook niet zo veel te zoet. Hallo, het is 7:30 en ik ga sowieso meteen een Zoom-sessie met een klant van mij. Net een mega interessant gesprek gehad met een van mijn ideale klanten. Ik heb er zeker wel wat kunnen uithalen en dus bedankt Anouk voor deze opdracht van Ampersand. Hallo, het is 8:45. Normaal lig ik nu al te lezen. Maar ik was net een show aan het kijken en de uur is uit het oog verloren. En nu ben ik nog even heel bewegelijk aan het liggen om kinéoefeningen te doen. Zo, ik ga nog even lezen. Ik heb aan het lezen in Bijna Echt Gebeurd. Valéan Moriarty, doordat ik het meisje op de trein aan het lezen ben, ook vanuit verschillende standpunten spreekt, is het echt mega ingewikkeld. Want elke keer als ik dit boek oppak, moet ik weer denken, wie is wie en wat is de achtergrond van de personages. En ook als ik het meisje van de trein oppak, moet ik dat doen. Dus als dit boek uit is, ga ik het meisje op de trein gewoon meepakken naar huis en hier verder lezen, want het is echt te veel. Maar na het boek ga ik slapen, dus bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren als je dit een leuke vlog vond. Toedels!